Normaal Nijmegenaren zou ik jullie altijd aanspreken met beste Nijmegenaren. Maar vandaag zou ik willen beginnen met lieve Nijmegenaren. We leven in bijzondere tijden. Tijden die de meesten van ons nog nooit hebben meegemaakt. Waarin de kroegen dicht zijn. Waar we niet naar het sportveld samen kunnen gaan. Waarin we vaak thuis blijven, soms ook noodgedwongen. En waar we heel erg op elkaar moeten letten. Het coronavirus gaat rond de wereld en gaat natuurlijk ook door onze stad. Er zijn al een aantal mensen besmet geraakt en er zullen er ook nog wel meer volgen. Ik ben er wel trots en tevreden op met hoe we met z'n allen alles in het werk stellen om te zorgen dat de golf van de corona zo klein mogelijk wordt. En dat doen we vooral ook voor de mensen die ouder zijn, de mensen die in zwakke gezondheid zijn. Zij zijn meest vatbaar voor de gevolgen van het coronavirus en dat moeten we echt voorkomen. En ik doe echt een beroep op ons allemaal, want alleen allemaal kunnen we bijdragen om al die zware maatregelen die genomen zijn tot een succes te maken. En dat moet lukken. Er zijn heel veel mooie initiatieven in deze stad, hoe mensen elkaar helpen, hoe ze eten voor de buurvrouw gaan brengen, hoe ze gewoon op zichzelf letten. En ik snap dat het moeilijk is als je lekker wilt chillen met je vrienden, het is tenslotte lente, als je lekker een avondje uit wil gaan, dat gaat nu even niet. Maar we doen het dus voor die mensen, die er niet zo goed tegen zullen kunnen. Mensen die ouder zijn, mensen met een zwakke gezondheid. En we doen het allemaal. Nijmegenaren, lieve Nijmegenaren, ik reken op jullie.